Okay. Nando Bennis, jij bent een van de developers hier. Een van de, je vertegenwoordigt een van de teams die hier twee dagen of ruim een dag eigenlijk bezig is met dingen te bedenken. Nou, vertel, wat, heb je, wat hebben jullie bedacht? Nou, we hebben met Transavia hebben we de API gebruikt om een soort van systeem te bedenken waarop, omdat het er een probleem is dat er veel vluchten dat niet vol zitten. Dus dat er vaak zijn er 20% van alle zetels in een vliegtuig zitten, zijn nog vrij. En dat vind ik vrij veel. En dat vind ik zonde van en het milieu, dat niet effectiever kan. En dat het gewoon, het is zonde dat je niet meer mensen op die vlucht kan stoppen. En het is ook jammer dat je winst misloopt als Transavia. Bedrijf, ja. Dus hadden we bedacht, want in Transavia is een soort van business model dat het steeds omhoger wordt. Dus hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt. Want ze wachten eigenlijk elke keer dat er toch nog een paar rijke businessmensen zijn die toch nog even op het allerlaatste een vluchtje boeken en dan eigenlijk een heleboel geld daarvoor over hebben. Ja. Maar om die businessmensen eruit te filteren en toch nog last minute vluchten te kunnen weggeven, hadden we een surprise model bedacht. Dus dat houdt in dat je dus een vlucht boekt, maar zonder het te weten waar je heen gaat. Dus je krijgt een. Er zijn een paar destinations die er in die vlucht zou kunnen zitten. En op basis van de vliegtuigen en hoeveel de stoelen die er leeg zijn, wordt er op het allerlaatste moment gekeken van in welk vliegtuig kun je in. Dus, dus dan word je gewoon ergens ingedeeld en krijg je een mailtje van een dag van tevoren of zo, van met je boarding pass, met waar je heen gaat. Dus in dit geval naar Barcelona. En we hadden ook bedacht van, dit is een perfect idee om ook door te om te verkopen als een soort van giftcards. Ja. Dus je kunt dit makkelijk als een huwelijksgeschenk geven, of met je partner op die manier je laten verrassen, of als business geschenk geven. Dus op die manier dat je, het is extra verrassend, omdat je degene die het schenkt weet ook niet precies wat het is. Dus wat je geeft. Geef je wel een begin- en een einddatum aan? Zeg je wel van, ik ga vrijdag weg en op maandag weer terug? Het idee is dat je dus hier een budget kiest. Dus we kiezen hier €100. En dan kun je hier dus een datum aangeven. En dan klik je op boek. En dan zoekt hij dus dus normaal gesproken moet je dan betalen en dat soort dingen. En dan krijg je dus een e-mailtje. En als je erop klikt, kom je hier uit. En dan zie je dus waar je heen gaat, een dag van tevoren. En in dit geval ga je naar, ik ken de afkorting niet, maar je gaat naar een mooie, naar een andere, een bestemming. En daar krijg je informatie over, is het idee, en je kunt weg. En je begin en een einde, dus je krijgt een retourtje erbij terug. Ja, en je hebt de pitch net gedaan. Wat was de moeilijkste vraag die je kreeg? De moeilijkste vraag die ik kreeg, dat was, we hadden het business model besproken. En ze vroegen naar van hoe dat precies in elkaar zit. En we hadden niet helemaal precies uitgelegd hoe dat met die stijgende lijn werkt. Want dat werd gewoon te complex. Dus dat moest ik. Ja, want je had maar 2 minuten. Ik had maar 2 minuten. Dus dat was een lastig antwoord. Ja. Hey, deze informatie kun je dus allemaal uit die informatie van Transavia. Ja, en die van Schiphol hebben gebruikt. Ja, want dus de vraag was, hè, dus als je meer API's gebruikt, dan krijg je wat extra punten. Ja, dat vind ik wel een beetje dubbel. Want uiteindelijk zijn er beperkt API's die je hier kan gebruiken. En ik vind het jammer dat als je zoveel mogelijk in elkaar propt en erin fietst, dat je dan hogere scoren kan halen. Terwijl als je op een paar focust en daar gewoon echt helemaal mooi uitkampt en er iets heel moois mee weet te bouwen, dat zou eigenlijk veel hoger moeten tellen dan als je gewoon alles erin fietst en het is heel onlogisch. Want mensen gaan er nu een lamp bij een vliegtuigmaatschappij combineren en dat werkt gewoon niet. Dat is gewoon, dan krijg je de meest debiele dingen op zich. Ja, grappig, dus jij had dit ook nog kunnen doen. Je had nog kunnen zeggen van, als dat mailtje precies, dan binnenkomt, dan gaat de lamp ook af. Bij. Ja, precies. Nou ja, dan heb je dat er weer ingefietst, dan heb je weer een hogere punt. Maar ja, ik dacht van, dat vind ik een beetje te ver gaan. Ja, hey, jullie zijn met een team. Jullie hebben duidelijk aandacht ook besteed aan de vormgeving. Hoe ziet het team eruit? Wat voor deskundigheid heb je bij elkaar? We hebben een designer. Een concept en presentatie doe ik dan. Dan hebben we nog iemand die de frontend doet en iemand die de backend doet. Dus op die manier zijn we met z'n vieren en vullen we elkaar heel mooi aan. Ja, en doe je vaker dit soort hackathons mee?
Jazeker. Ik doe af en toe mee aan hackathons. En voor de rest organiseer ik ze ook soms zelf, maar dan met een klein groepje om gewoon aan een eigen project verder te komen. Dus gewoon dat je 24 uur met gewoon 4 vrienden aan een eigen project werkt en dan geprobeerd dat af te krijgen. Of gewoon nog een keer te doen. En dan op die manier is het een hele effectieve manier, omdat we allemaal verspreid wonen over het hele land. Ja. Is dat gewoon, je gaat bij elkaar zitten en dan heb je gewoon echt even de tijd om ergens aan te werken samen. En dan ga je weer weg en dan doe je dat nog een keer. En dan ondertussen een beetje via Skype. En zo komen wel dingen van de vloer. Ja. Hey, en wat is er leuk aan zo'n evenement als dit? Het is ten eerste gewoon gezellig. Dus het is gewoon de sfeer, de mensen om je heen. Het is gewoon lekker om in Amsterdam te kijken. Het uitzicht is geweldig. Ja, een mooie locatie. Het is een mooie locatie, dat zeker. En het is vooral de sfeer. De sfeer en de omgeving. Ja. Hey, en wat is de hoofdprijs? Ik heb er niet echt naar gekeken. Is niet belangrijk eigenlijk de prijs? Nou ja, het gaat er wel heel erg om met het team waarmee je samenwerkt. En gewoon dat je iets leuks samen van de grond weet te krijgen. En uiteindelijk het is leuk als je een prijs wint. Ja. Alleen het is ook heel erg. Ik ging hier vooral heen om even. Ik heb me eigenlijk niet eens ingelezen. Dus ik wist eigenlijk niet. Pils in de trein kwam ik erachter van welke API's we eigenlijk mee konden werken. Dus ik ging eigenlijk vooral voor de mensen. Ja. Hey, die API, dit is van Transavia, is volgens mij tijdelijke informatie, of niet? Die alleen voor dit evenement beschikbaar is gemaakt. Nee, volgens mij is het helemaal openbaar. Het is helemaal openbaar. Oké. Okay. Want dat wisselt een beetje. Sommige partijen hebben echt een dataset. Ja, je kunt heel goed nu controleren gewoon even of je wel een goed tarief betaalt. Ja, heb je dat al gedaan of niet? Nou ja, je kunt zien dat je soms wel heel erg veel lager ligt dan de meeste aanbieders. Ja, dus daar is nog winst te halen voor ons als reizigers. Hey, heb je al wat van andere mensen ook gezien, wat andere mensen aan het maken zijn? Oh ja, zeker. We hebben een paar rondjes gelopen. En hoe is de concurrentie? Ja, zeer goed. Ja? Ja, er zitten heel veel verschillen tussen. Gewoon mensen, sommige mensen beginnen heel snel en die hebben dus niet echt tijd genomen om over het idee na te denken. Maar die werken het wel heel erg ver uit. En er zijn ook mensen die echt heel lang doen over een idee. En dan op het allerlaatst nog even alles bij elkaar afraffelen. En ik denk toch dat de sterkste is voor een hackathon. Omdat je dan gewoon echt het idee tot de kantjes hebt uitgewerkt. En dan uiteindelijk de uitwerking gaat vooral om de presentatie. En dan daarna als je wint, dan is het misschien een optie om het uit te werken. Maar we hebben iets werkend. Alleen ik denk dat je heel erg moet focussen op een concept bij dit soort hackathons. Ja. Ja, want dat is uiteindelijk wat je verkoopt, toch? Ja, in 2 minuten. Ja, zeker. Je hebt maar 2 minuten en je bent 24 uur ermee bezig. Dus dan is die presentatie moet goed zijn. En hoe heb je de nacht? Heb je nog wat geslapen? Ja, ik heb nog wel wat geslapen. Ik zie er ook best wel moe uit. Dus, maar ik denk dat ik toch nog wel 3-4 uurtjes geslapen heb. En wat doe je morgen? Morgen, ja, ik ga weer naar school. Oké, dus, ga je in de klas verder slapen? Ja, denk het. Ja. Oké, hey, bedankt. Veel succes. En we gaan nog meer van dit soort mooie ideeën zien. Dankjewel. Ja, yo.